op 0-1 door een doelpunt van Jitse Suiker. En zijn Koen Hollema en Robin Sauerland ingekomen. Ja!
De stand komt op 1-2 met het doelpunt van Johan Tiens. Gefeliciteerd trainer, wat eigenlijk heel lang een simpele overwinning leek te gaan worden. Wat verandert het dan? Eigenlijk niks, want Flevo Boys was dreigend, maar niet kansrijk. En die goal valt uit het niets wat mij betreft. Dus, en dat verandert het. Ja. En we laten zelf na om 3-0 te maken. Ja, Brandjes ja. Moet 3-0 maken. En dan is het helemaal klaar. Er was hele sterke twijfel bij die van Hessel. Maar het was hele sterke twijfel bij die van het doelpunt van Hessel. Maar goed, je trekt hem over de sleep. Hele belangrijke overwinning. En super voor de ploeg, denk ik. Ja, absoluut. Absoluut. Nee, dit is natuurlijk fantastisch. En zeker de manier hoe die tot stand komt. Met zo'n ontknoping aan het einde met Hessel. Want je weet natuurlijk, het wordt een hectische slotfase. Zeker naar die 2-1. Ja, zeker. En dan zit je te dubben als trainer. Ik had nog één wissel van breng je een verdediger erbij of breng je een spits voor een spits om het voorin af te maken. Ja, dan moet je een keuze maken. En dan ook nog een rode kaart en nou ja, met alles erbij. Dus, ja, dat soms, was de reden dat je Jury niet inbracht, hè? Ja, ik niet. Ik had 3 keer gewisseld. Ja, ja. Dus, dan houden we het op, hè? Ja, tot de volgende week. Ja, gaan we. Zo is het. Marem thuis. Gaan we doen. Joop. Dag kijkers en dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer.